Hallo allemaal. Zoals jullie weten ben ik een rasoptimist. Ik zie altijd, bij mij is het glas altijd half vol. Of vol zelfs. En ja, ik weet altijd wel dingen naar het positief te draaien. Het is niet altijd even makkelijk moet ik zeggen hoor. Maar goed, ik sta gewoon wel positief in het leven. En ja, vandaag is de dag van de positieve gedachten. Ja, het positief denken. Ga je daar nou bij tekenen? Dat is een hele goede vraag. We verzinnen er wel wat op. Teken je weer mee? Ja, vandaag is het dus de dag van positief denken. Ja, wat moet je daar nou bij tekenen? Goed. We gaan gewoon wat bij tekenen. Positief denken. Ja, je hebt natuurlijk al die tegeltjes die je vindt op internet. Met van die spreuken erop. Altijd hartstikke leuk. Ik wel leuk vond, dat was bijvoorbeeld het tegeltje. Zo'n klerenhangertje erop. Zo. En daar stond dan bij. Trek iets. Positiefs aan. Aan dat past altijd. Nou, dat vond ik nou een leuk tegeltje. Positiviteit. Wat je ook vaak ziet is juist met de emoticons is natuurlijk zo. De vuist, de spierballen, zo, positiviteit. Ik weet niet of dit echt duidelijk een spierbal is, iemand die een hele rare elleboog hier, maar goed, positiviteit. Laten we het positief zien. En een spierbal, positief. Positief is natuurlijk een positief denken. Dat is alles het goede zien. Hè? Het glas altijd half vol. Nou ja, een glas, dat hebben we al vaker getekend. Want inderdaad altijd half vol is in plaats van half leeg. Wat heb je nog meer bij positiviteit? De zon. Ik vind de zon die zorgt ook altijd voor positiviteit. Mooi weer. Zijn de mensen veel blijer dan met slecht weer. Wat kan je nog meer bij positiviteit zien? Een geluksklavertje 4. Zo. Klavertje 4 brengt ook altijd geluk, hè? Een klavertje 4. Positief denken. Ik ben zelf optimist. Ik zie altijd weer het voordeel van een nadeel. Goede uitspraak ook, want elk nadeel heeft zijn voordeel. Bekende uitspraak van Johan Cruijff. Nou ja, positief denken geeft kracht. Je moet gewoon eigenlijk proberen. Het is gewoon een dingetje. Ik zou zeggen, ga zelf positieve dingen tekenen. Kijk naar buiten als de zon schijnt. Zie de positieve dingen in dingen. In mensen, in voorwerpen, in dieren. En ga ermee aan de slag. Ik zou zeggen, ik zie jullie morgen in de volgende video. En blijf tekenen. Tekenen zorgt ook voor positiviteit, zeg maar. Geluk, in ieder geval. Tot morgen in de volgende video.